Goedemorgen mensen, mijn naam is Joel. Wauw, overbelicht. Hallo mensen, mijn naam is Joel. Ik maak filmpjes voor YouTube. Fijn dat je op te kijken naar een nieuwe dagelijkse video. Ik ben net wakker, het is nu 9 uur en ik ga zometeen richting Den Haag. Ik heb er al heel veel zin in. Ik heb echt goed geslapen, maar ik vind het wel minder hoor. Kijk, als ik naar buiten kijk, dan dat er dan zoveel sneeuw ligt. Het ziet er op zich best wel mooi uit, maar het is echt irritant. En zeg maar, deze schoenen die ik aan heb. Ik heb trouwens ook een nieuwe broek, dit is die leren broek. Maar deze schoenen die ik aan heb, één daarvan is niet helemaal heel volgens mij, want die hak die is nogal. Maakt dat geluid dat ze direct lopen in de sneeuw. Maar dan heb ik zo'n gevoel van of er nou water in komt of zo. Maar ik denk het niet. Maar goed, ik ga vandaag naar Den Haag toe. Mijn missie is om rode schoenen te halen. En echt helemaal rode of helemaal zwarte. Want joh, die heb je toch al? Ja, maar waarom nou niet nog een keer? Hey, dat ken. Maar goed, daar ben ik op zoek naar. Maar ik ga even gauw wat eten en drinken. En dan gaan we richting Tilburg, wou ik zeggen. Den Haag. Maar we gaan eerst richting Breda. En dan vanuit Breda pak ik de trein. En dan gaan we naar Den Haag. Goedemorgen geliefde wereld, daar ben ik weer en ik loop dus naar buiten. En er ligt echt best wel veel sneeuw zoals jullie zien. Maar het chillste is wel dat je niet uitglijdt. En er ligt zeg maar niet zoveel dat je echt met heel je voet erin staat. Nou ligt er echt maar zo'n laagje, dus eigenlijk heb ik niks te klagen. En ik heb gewoon goede dikke sokken bij, ik heb zelfs extra sokken bij. Maar goed, ik ga naar Den Haag toe. En het mooiste is, ik had niet zoveel geld meer op mijn rekening. Ik denk 5 euro had ik op mijn rekening, gisteren heb ik een aantal dingen gekocht. En mijn moeder heeft weer geld gezocht. Althans, de studiefinanciering was binnen. Dus ik kreeg weer een gedeelte cake daarvan. Dus ik heb nou weer genoeg geld om dus gewoon te kunnen chillen vandaag. En ik heb er allemaal zoveel zin in. Er ligt echt. Op zich vind ik het. Kijk dit, dus het ziet er eigenlijk best wel gezellig uit. Ik weet niet, ik vind het toch wel gezelliger uitzien. En het is denk ik ook meer hagel dan sneeuw als ik goed kijk. Maar dit is trouwens echt zo'n irritante plek. Dus deze boom. Die laat altijd van die druppels vallen. Soms dan in de ochtend lopen, ja, dan denk ik van nee, hopelijk niks. En uiteindelijk dan valt er toch een druppel op mijn. Maar dat maakt helemaal niks uit. We gaan gewoon een gezellige dag van maken. En ik zou zeggen, let's go to Den Haag. Ah mensen, dit ziet er toch wel mooi uit. Kijk de lucht en kijk de grond en kijk mijn schoenen en kijk alles gewoon. Kijk alles gewoon chillen en alles gewoon mooi zijn. Ik vind het gewoon mooi hoor. Ik vind het een mooie dag. Goeiendag, die mooie dag. Goeiendag. Yo mensen, daar zijn we nu in Den Haag. En we lopen nu richting. Waar lopen we heen? Iedereen heeft ook gelijk wat beeld. Goed, we lopen nou richting het Binnenhof waarschijnlijk, ik weet niet. Maar ik heb ook een aantal dingen gekocht net. Ik heb net een tas gekocht, schoenen en dat soort dingen. Maar, ik heet vanaf vandaag Ladderboy, omdat ik een leren broek aan heb. Maar goed, we zijn dus nu in het Binnenhof zoals je ziet. En ja, we zijn er eindelijk. Dat was eigenlijk mijn doel voor vandaag, om schoenen te halen en natuurlijk ook voor het meer te rondlopen. Maar het is wel chill, dus zoals jullie zien, Binnenhofske, hartstikke gezellig. Althans, dan een hele dode stilte of zo. Ik weet niet wat het is, maar. Ja, een stuk beter beveiligd. In verband met gisteren, natuurlijk, heel dat gebeuren. Maar voor de rest is het wel chill hier. Kijk hem kijken, jongen. Nee, goed. Ik liep hier net dus. En toen ik dus zei net van dat het best wel een dode stilte was hier. Stonden die twee kerels en die hebben mij net geïnterviewd voor een aantal vragen over heel dat gebeuren bij de NOS. Dus ik heb net een aantal vragen geantwoord. Een soort van interviewtje gehad daar. En dan lopen ze daarachter. Er waarschijnlijk ook wel iets bezig te zijn of zo daar. Maar er is veel politie hier. Dat snap ik ook wel. Ik bedoel, we zijn wel in Den Haag en het is wel een belangrijke plek hier. Maar er staat best wel veel politie. Daar ook. Daar zie je de politie staan. Daar reden net ook twee busjes naartoe. Maar ja, het is wel gewoon tof om hier te zijn. Om te kunnen zeggen van, we zijn in Den Haag. Nee, goed. We lopen nu richting, waar gaan we heen? De JD gaan we nou heen. Maar we lopen nu in een of andere passage of zo, ik weet niet waar het is, maar het ziet er best wel vet uit hier. Maar we moeten snel zijn, want we moeten over een half uur gaat de trein ongeveer, dus dan moeten we weer richting Breda gaan. Dus we moeten even gaan een beetje tempo maken. Maar ik zeg heel eerlijk, ik vind het wel echt een super gezellige stad of zo. Het is wel chill. Ik ben nu thuis en ja, het is eigenlijk een dag later. Maar het werd voor mij een beetje te veel gisteren om nog te kunnen vloggen en zo. Maar goed, ik heb een aantal dingetjes gekocht en dat wil ik jullie graag laten zien. En dan maak ik een einde aan de video.
Ik heb dus dit gekocht. Ik heb, ben gisteren naar Den Haag, of ja, vandaag eigenlijk dan als jullie zien, ben ik naar Den Haag geweest en ik heb deze schoenen gehad. Dat zijn eigenlijk een soort van Zalotti's of zo, maar niet de echte natuurlijk, gewoon van die fake ones. Maar ik vond ze wel echt heel vet. Ik had er in Tilburg iemand mee zien lopen en ik had gevraagd van, heb je die gehaald? En hij legde uit van ja, in Tilburg zelf. Maar ik heb ze ook in Den Haag dus kunnen vinden. Daarnaast heb ik nog een vette tas gekocht met een, voor 8 euro, van 25 voor 8 euro bij de JD. Gewoon een zwarte tas, is echt super chill, want die kan je laptop ook in. Dus die heb ik gehaald. Ik heb nog een t-shirt gehaald. Deze is echt zo'n long fit, weet je wel. En er staat op Nostradamus of zo. Ik weet niet, ik vind hem best wel vet. En ik heb nog, eergisteren heb ik nog een leren broek gehaald bij de Zara. En dat vind ik ook best wel vet. Gisteren werd ik trouwens ook een leatherboy genoemd. Ik weet ook niet waarom, omdat ik dus veel leren aan had. Maar dat zijn eigenlijk de dingetjes die ik heb gekocht. En ja, het is allemaal zwart misschien, maar ja, weet ik veel. Ik had er gewoon zin om dat te halen. Maar goed jongens, jullie zijn vanavond weer terug met een nieuwe video. Vanavond komt er nog een video online waarin ik jullie vragen ga beantwoorden, want dat heb ik ook beloofd. Dus jullie zijn maar vanavond terug. Ik bedank jullie voor het kijken. En ik zie jullie gewoon morgen weer terug met een nieuwe dagelijkse video. Geef een like voor deze video, abonneer op dit kanaal. En ik zie jullie gewoon morgen terug. Mijn naam is Joe en ik zeg ciao!